Welkom bij Oomsport Skates & Skilers. In de vorige video heb ik laten zien hoe je je ijshockeyblad intapet. In deze nieuwe video laat ik zien hoe je de knop en de ijshockey grip erop tapet. Ik heb hier twee kleuren tape liggen. Ze verschillen eigenlijk weinig van elkaar behalve dan de kleur. Dit keer ga ik de witte tape gebruiken omdat wit minder afgeeft aan je handschoen. Nou, wat ik nu laat zien is dat ik doe er even één wikkeltje omheen. Dan rol ik hem zo af voor ongeveer een metertje. En dan geef ik een slinger aan mijn rolletje. Een flinke draai, zodat het oprolt als een soort touwtje. Niet helemaal tot het eind, maar gewoon voor een paar vingers. Zo. Zo. En daarna ga ik weer terug met mijn rolletje. Ongeveer half overlappend. Zo. Lekker een beetje strak. Dat ik het rimpelloos er overheen tape. Laat het rolletje door mijn vingers rollen en ik stuur en rem het rolletje met mijn duim. Zo. Zo, boven aangekomen. Scheur ik hem eraf. Ja, nu kunnen we natuurlijk een vrij grote, dikke knop bovenop doen. Maar ik hou ervan om gewoon een klein, mooi knopje erop te maken. Gewoon om het eind te voelen van waar je stick zit. Zo, dan ga ik de andere helft van de tape. Gebruiken. Precies netjes eroverheen. Zo, nu heb ik een mooi knopje gemaakt van de helft van het rolletje tape. En nu ga ik met de full inch ga ik hem even netjes aftapen. Zo, nu krijg je hier wel een klein krulletje. Maar dan doe ik hem gewoon even strak overheen. Mijn knop en de grip zijn getaped. Mijn stick is klaar. Dit is mijn video over het intapen van de stick. Graag tot ziens en veel ijshockeyplezier.